Ja, het is nu daar. Oh, stond je daar al, joh? Ja, joh. Ik denk nog van weer laat, maar... Nee. Gaat naar het hoofdwerk, hoor, daarboven. Ja. Hier, hè? Dus deze kant er dan krijg ik boven nu. Ingrid Weert, woord voor de brandweer Friesland. Waar zijn we hier? We zijn hier in Mindertscha. We staan hier voor een groot woonhuis met aangrenzende loodsen. Waar we rond 12:15 een melding van kregen. Met van heel veel zwarte rook in de woning. Gemeld door de eigenaar zelf. Was op dit moment, op dat moment ook niemand in de woning. Maar aangrenzend aan de woning zijn drie grote loodsen. Waarvan in de ene loods 10 paarden stonden, die allemaal nu gelukkig veilig in de wei rondlopen. En in de andere twee loodsen staan beide 50.000 vleeskuikens. Hoe is het met de vleeskuikens? Nou, we kunnen bijna zeker stellen dat de loodsen ook niet betrokken gaan raken bij de brand. Dus ja, dan, zolang de stroomvoorziening het blijft doen, zal het ook goed gaan met de vleeskuikens. Maar op dit moment is de brand goed onder controle. Hebben we de aangrenzing van de woning naar de loodsen, hebben we garant gesteld dat die niet meer bij de brand betrokken gaan raken. En kunnen we ons inzetten op de brand van het woonhuis. De rook heeft geen gevolgen voor de dieren? Nee, de dieren die lopen veilig in de paarden lopen in ieder geval veilig in de wei. Ze zijn niet betrokken, niet in de rook hebben die rondgelopen. En de kuikens zijn nog in de loods, maar zoals het er nu naar uitziet, worden de loodsen niet bij de brand betrokken. En hopen we dat die ook hier geen hinder van ondervinden. Is er veel rook vrijgekomen? Nou, er is best wel veel rookontwikkeling. Ja, het staat toch wel een redelijk stevig windje. Maar de windrichting, de wei zit niet in de windrichting van de rook. Dus daarom hebben de paarden daar geen hinder van gehad. Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Nee, we kunnen met zekerheid vrijstellen dat er geen asbest betrokken is bij de brand. Rook is natuurlijk altijd schadelijk. Dus je moet altijd, rook is altijd een gegeven waar je niet, wat je niet in moet ademen. Dus in die zin schadelijke stoffen, rook, maar geen asbest. Hoe is de situatie op dit moment? Nou, we kunnen bijna met zekerheid zeggen dat de loodsen niet betrokken gaan raken bij de brand. En dat we ons nu ook kunnen concentreren op het vuur wat nog in het woonhuis, wat zich in het woonhuis bevindt. En als die geblust is, dan is de zekerheid dat de loodsen niet bij de brand betrokken gaan worden, gegarandeerd. Hoe groot is de schade aan de woning? Ja, dat is nu nog niet vast te stellen. Een verzekeringsmaatschappij zal dat moeten vaststellen. Maar dat is voor een later stadium. Vooralsnog concentreren we ons op de dieren die in de lood zitten en het bestrijden van de brand. Nou, en in een later stadium gaat dat onderzocht worden. Is er nog iets van de woning over? Nou, de verwoning kunnen we als verloren beschouwen. Met hoeveel brandweerkorpsen zijn jullie hier? Er zijn hier drie tankautospuiten en een hoogwerker en een groot watertransport. Dankjewel.